Het OM heeft vandaag jarenlange gevangenisstraffen geëist tegen een Apeldoorner en een Arnhemmer. De mannen worden ervan verdacht in Millingen aan de Rijn een drugslab te hebben gerund. 2 jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne is de stroom hulpgoederen vanuit Nederland nog niet opgedroogd. We zijn zo dankbaar dat wij iedere maand weer een bus vol met spullen naar Oekraïne brengen. En door het zachte weer is het raadzaam voor mensen met tuinen niet te lang te wachten met snoeien. Goedenavond, het was een van de drugslabs die vorig jaar in Gelderland werden opgerold. Ruim een jaar geleden trof de politie in een stal in Millingen aan de Rijn een verborgen laboratorium aan waar amfetamine zou zijn geproduceerd. De mannen die hierbij betrokken zouden zijn, moesten vandaag voor de rechter verschijnen. Hier in een schuur bij een boerderij aan de Heerbaan werd in 2023 onder andere een grote hoeveelheid chemicaliën en een aantal gasflessen en ketels gevonden. Een drietal uit Arnhem, Toldijk en Amsterdam wordt verdacht van de amfetamineproductie en medeplegen van voorbereiding hiervan. De rechtbank staat. Vandaag kregen de mannen de eis te horen van de officier van justitie. Als het aan haar ligt, moeten de mannen uit Arnhem en Toldijk 4,5 jaar de cel in. En de man uit Amsterdam zou 2 jaar en 4 maanden de cel in moeten als het aan haar ligt. De 42-jarige Arnhemmer vertelt dat hij daar onder druk klusjesman was geworden. Hij moest daar wat aanpassingen doen aan het lab omdat het op dat moment niet werkte. Hij zegt dat hij zelf daar nooit drugs heeft verbouwd, maar hij geeft wel toe dat hij ervaring heeft in de scene. Hij zegt zelfs, ik ben daar goed in. De man uit Toldijk ging met de Arnhemmer mee de bewuste avond dat ze werden opgepakt. Hij wilde namelijk wel even zien wie de mannen nou waren die zijn compagnon onder druk zetten. Maar er was niemand aanwezig. Diezelfde avond hebben zij de koeling meegenomen in de bus en zijn weggereden. En vervolgens aangehouden door de politie. En dan was er nog een derde man aanwezig tijdens deze zaak. Een 52-jarige Amsterdammer. Hij zou daar de schuur hebben opgeruimd. Hij zegt, toen ik daar aanwezig was, was er geen sprake van een drugslab. Wel is later nog zijn DNA gevonden tijdens het onderzoek. 19 maart wordt de straf voor de 3 mannen duidelijk. Het is deze week 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. En het eind van de oorlog is nog niet in zicht. Er wordt nog volop gestreden. En dat betekent dat de hulp die kort na het begin van de oorlog vanuit Nederland op gang kwam, nog altijd erg nodig is. Van de Achterhoek en de Veluwe tot in de Betuwe zijn verschillende hulporganisaties druk met het verschepen van hulpgoederen naar Oekraïne. Vanuit boven Leeuwen bijvoorbeeld, daar vertrok vandaag weer een transport. Food, hygiene, clothes, yes. Shoes, yes. It is very important. Yeah. De hulporganisatie Samen voor Oekraïne is net terug uit het land. Je ziet op de foto een huis waar nog mensen wonen, waar geen dak meer op zit, waar geen muren bijna meer staan. Een en al verwoeste huizen. En dan zie je uit het niets in één keer een gezin uit de kelder komen die daar nog steeds wonen. Dat je denkt, wat doen jullie hier nog? Maar die mensen hebben niks anders. Die kunnen nergens anders heen en die zijn zo dankbaar dat wij iedere maand weer een bus vol met spullen naar Oekraïne brengen. Er wordt hier samengewerkt met Oekraïense vrijwilligers. Medicina voor soldier, de soldaten en niet medicine voor people. Nou ja, dit is Nicolai, is 61, die is helemaal deze kant op gereden om spullen op te komen halen. En die rijdt geregeld naar het front, dus bezet gebied, eten wat wij hier in Nederland gedoneerd krijgen of aankopen. Om dat naar het front te brengen, naar de soldaten, maar ook naar achtergebleven bewoners. Zolang hulp nodig is, blijven de vrijwilligers doorgaan. De 34e rit vertrekt straks. Alles wat we maar krijgen, wat de eerste noodhulp kan voorzien, dat brengen wij die kant op. Yeah, thank you so much, because it is very important. Yeah. Als wij niet meer nodig zijn, dan ben ik heel gelukkig. Ja. Her en der is er al veel bedrijvigheid in particuliere tuinen en in gemeentelijke plantsoenen te zien en te horen. Want het is hoog tijd om de plantjes en de boompjes te snoeien, thuis en in de publieke ruimte. Snoeien doen we om een struik in toom te krijgen, om te zorgen dat een struik verjongt. Het is niet verstandig om te snoeien in het broedseizoen. Het begint met het weghalen van een boom. Het snoeien van bepaalde bomen in de wintertijd is niet verstandig. Ook particulieren zijn aan het snoeien geslagen. Tuintjes worden flink aangepakt en dat levert het nodige groenafval op. Alleen groenafval. Okay. Geen buksen of zo? Nee. Nu wordt het iets warmer weer en nu komen de mensen echt wel met veel snoeiafval.
Meneer, u heeft driftig zitten snoeien thuis? Ja, behoorlijk, ja. Krijgt u dan een beetje lentegevoel? Ja, nu begint het wel te kriebelen. Wat is het gekste wat u ooit heeft meegemaakt dat ze kwamen aanleveren? Nou, bijna een hele boom. Maar dat wordt te gek, dan moeten ze weg, want dat kan niet door de versnipperaar. Ondertussen gaat het werk aan het gemeentelijke groen door. Met kleine en grote snoeiklussen. Er zit een gat in. Het is nu nog een vitale boom. Uiteindelijk komt het moment dat de kettingzaag erin gaat en zullen we een nieuwe boom moeten gaan planten. Straks in deze uitzending, hij was al meer dan een eeuw niet meer gezien in Nederland. Maar de zeldzame wans werd per toeval toch weer gevonden door een natuurliefhebber uit Harderwijk. Ja, inderdaad, vorige week maandag herontdekt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt een melding over de monumentenaffaire rondom burgemeester Van Maren van Zaltbommel. De burgemeester verving de ramen van zijn monumentale pand, maar dat had hij niet mogen doen. Volgens de monumentencommissie deed Van Maren dat willens en wetens. De gemeenteraad besloot 2 weken geleden dat er geen integriteitsonderzoek naar de burgemeester komt. Maar justitie is nu dus wel een onderzoek begonnen. Bij een ongeval in Barneveld is gisteravond een 83-jarige man uit Voorthuizen om het leven gekomen. Bij het incident botsten 2 auto's op elkaar. De bestuurder van de andere auto en een vrouw die in de auto van de slachtoffer zat, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast 6 ambulances werden ook 2 traumahelikopters opgeroepen. En de nieuwe speciale snelle fietsverbinding tussen Velp en Arnhem moet alweer aangepakt worden. Het Hans van Daalpad heeft een nieuwe laag asfalt nodig. In het fietspad blijken allemaal ribbels en golven te zitten. En dat terwijl het op 24 januari van dit jaar werd geopend. De aannemer die de aanleg van het pad verzorgde zou het asfalt niet goed geëgaliseerd hebben. De kosten voor het herstel zijn voor de aannemer. Ja, op vakantie in het huis van andere mensen, terwijl die mensen juist in jouw huis vakantie vieren. Oftewel, een huizenruil. Maar het is goedkoper dan een bungalow huren en het wordt steeds populairder. Nou, dit is de woonkamer eigenlijk. Ja. Met daar het hamsterhok met een beetje de bank. En hier heb je de speelruimte. Eigenlijk met tekenspullen, een kast met spelletjes. Tim en Ruben uit Alphen aan de Rijn zijn met hun ouders op vakantie in het Gelderse Oene, in het huis van een ander gezin. Het is wel vet eigenlijk, als je helemaal zo'n soort boomhut hebt in je eigen huis. Ik vind het wel, ik ben altijd wel benieuwd hoe andere mensen leven. En nou, zo kom ik dus achter. En tegelijkertijd zit Shifra met haar gezin in het huis van Tim en Ruben. Dat is leuk, maar ook een beetje anders. Ja, het is gek om te bedenken. Maar ja, kijk, als ik dat niet goed zou vinden, dan zou ik hier ook niet kunnen slapen. Zo is het een soort van ook halve levensruil, omdat je wel iemand anders je leven eigenlijk terechtkomt. Hij is al 122 jaar niet meer in ons land gezien. Een minuscuul kleine wantse soort die zomer is gevonden op het Kootwijkerzand. Natuurliefhebber David Sies uit Harderwijk was eigenlijk op zoek naar spinnen, maar hij deed zijn uitzonderlijke ontdekking in zijn zeef. Hij is, wat zal het zijn? Een halve centimeter of zo? Misschien net iets meer. Het is een heel kleintje. Hij past een paar keer in de grootte van het lieveheersbeestje. Een groot kop boloogwans is het. Je ziet hier duidelijk die hele bolle oog. Dat de zeldzame wans is ontdekt, is een ware gelukstreffer voor natuurliefhebber David Sies, die op het Kootwijkerzand eigenlijk op zoek was naar spinnen, met zijn zeef volgestopt met blad, mos en dennennaalden. En die gooi je erin en dan kan je flink schudden. En dan rolt eigenlijk het gruis, maar daarmee dus ook alle kleine beestjes die in dat gruis leven, rollen eigenlijk in die zak. Daar bleek dit hele kleine wansje zich in te bevinden. Sies raadpleegde de website waarneming.nl en schakelde een wansenkenner in. Deze is heel lang geleden voor het laatst gezien. Ja, in 1902, dus dat is wel behoorlijk bijzonder. Helaas zat er vrij snel na de vondst geen leven meer in de wans. Dit wansje was de volgende dag al dood. Dan vond ik het dood terug in het strooisel. Maar helemaal verloren gaat het beestje niet, want hij wordt bewaard in de collecties van Naturalis. Ik kreeg een vraag of ik hem wilde opsturen en dat doe ik van harte.
En dit was het Gelders nieuws in onze app en op de site. Leest u onder meer dat de oudste bewoner van Gelderland is overleden. Siel Steens uit Bergendal is 109 jaar geworden. Het hele verhaal op gld.nl. En zometeen na het nieuws krijgt u nog het weer. En ik wens u nog een fijne avond. Goedendag. Dankzij het zachte weer van de laatste tijd is de natuur toch al her en der een beetje voorjaarsachtig. Want zoals hier achter me zagen we al de bloesem bloeien. Ja, dat is toch wel erg vroeg hoor. Maar het weerbeeld is niet echt lenteachtig, want de bewolking had toch wel de overhand vandaag. Maar het bleef zomaar wel droog en dan was het toch best wel prima weer om er nog even op uit te gaan. En dat droge weer, dat verliezen we toch wel, want vanuit het westen komen toch een aantal storingen en regengebieden dichterbij. We zien het hier ook op de animatie gebeuren. Komende nacht kan er al wat regen over de provincie heen trekken. Stelt allemaal nog niet zo gek veel voor. Maar morgenmiddag dan trekt toch wel een actievere pluk met neerslag over de provincie heen. En dan kan het toch wel stevig doorregenen. En ook donderdag verloopt echt niet droog. Dan komt een flinke bak water aan. En ook de isobaren van gelijke luchtdruk komen dichter op elkaar. En dat betekent dat er ook alweer veel wind komt te staan. Dus het wordt best wel onstuimig weer de komende dagen. Daar eerst komende nacht, dus nog komende nacht, is het dus veel bewolking en verspreid over de provincie. Kan er her en der wel eens wat regen of wat lichte regen vallen. En onder dat wolkendek koelt het niet veel verder af dan een graad of 8. Morgenochtend is die regen dan weggetrokken naar Duitsland. Is het lange tijd droog en vriendelijk weer, maar u ziet het blijft bewolkt. En door die bewolking is het al een graad of 9 op de ochtend. De temperatuur loopt uiteindelijk met die zuidenwind op naar een graad of 10... En in de middag dus regen die vanuit het westen over de provincie heen trekt. En dan kan het vooral later op de dag behoorlijk nat zijn. En het natte weer zien we ook donderdag dus terug. Veel regen en daarbij ook waarschijnlijk veel wind later op de dag. Maar omdat de wind uit het zuiden komt, wordt het best warm. 14 graden ondanks de regen. Dagen daarna wordt het ietsjes frisser. Maar met 9 of 10 graden is het zeker niet koud. Ik wens u een fijne avond.